start work for Arden. Baby Matthews, houdt zelf 1-3. En weet jij hoe een brug wordt gebouwd? Goedenavond allemaal. Welkom bij jouw eigen 10 minuten jurkjournaal. Zodra jij spullen wil verkopen langs de straat, heb je daar toestemming voor nodig. En veel van de straatverkopers in de stad hebben dat niet. Daarom is het districtcommissariaat van Paramaribo Noordoost begonnen met het ordenen van de binnenstad. En wij mochten vandaag mee. Elke dag wordt een ander deel van de stad gecontroleerd. Vandaag heeft het commissariaat gekozen voor Dr. Sophie Redmondstraat, waar ook veel verkopers langs de weg zitten. De controle wordt niet alleen door hen gedaan, maar in samenwerking met de politie. De bedoeling is dat we gaan checken als ze in de bezit zijn van een geldige vergunning of toestemming. Als dat niet het geval is, dan, dan gaan we ze beleefd vragen om dan hun spullen te ontruimen en dan om te vertrekken. Net als deze vrouw heeft een groot aantal van de straatventers geen vergunning. Het bewijs waarin toestemming wordt gegeven om hun groenten, fruit en andere spullen te mogen verkopen. Nono dat we actie beleefd voor alles dan niet, toch? Dan iets aan de gang op dat je wacht hier rustig tot ik kies dat toestemming, dat je kan beginnen te bakken. Abo, mevrouw. Elke dag wordt de groep van de straatverkopers groter. En omdat ze overal hun spullen zetten om te verkopen, kunnen mensen niet normaal over het trottoir lopen. Dit zorgt voor heel veel chaos in de binnenstad. Dit moet veranderen. Mensen moeten zich houden aan de regels. Zoals deze meneer. Hij mag zijn groenten en fruit wel verkopen, want hij heeft een geldige vergunning. Hij is wel in bezit van een geldige toestemming. Dus hij is wel legaal bezig met zijn verkoop of diëten. Maar als de termijn verlopen is, ga ik u beleefd vragen om dat opnieuw te verlengen. Ja? Oké. Als je deze mensen overal aantreft en dat ze illegaal bezig zijn met verkoopactiviteiten en dat soort dingen. En wanneer je controle uitvoert en dat soort dingen, en dan rennen ze met hun verkoop. Maar dat is niet de bedoeling om elke dag achter mensen aan te zitten, weet je, om hun toestemming in orde te maken en dat soort dingen. Dus ik hoop ook echt dat ze na deze actie dan gehoor geven dan om hun een toestemming in orde te maken. Het districtcommissariaat Noordoost heeft heel veel werk. Want tussen al deze verkopers zijn er mensen die illegaal in Suriname wonen. Zij hebben dus geen toestemming om hier te werken en ook niet om te verkopen. Niet alleen de straatventers worden gecontroleerd, maar ook de winkels en restaurants. Het ordenen van de binnenstad gaat nog even door. Gia Gia is meer dan 100 jaar oud. En Bailey Matthews is een echte doorzitter. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. De rollator wegduwen en zonder hulp over de finish rennen. Dat deed de 8-jarige Bailey Matthews. Hij deed gisteren mee aan de Castle Howard Triathlon in Engeland. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Bailey leidt aan een hersenverlamming en heeft daarom hulp nodig om zich te verplaatsen. Maar hij was vastberaden om mee te doen aan dit evenement. In totaal heeft Bailey 100 meter gezwommen, 4 kilometer gefietst en de laatste kilometer gerend met zijn rollator. En net aan het einde duwde hij die weg om helemaal zelf over de eindstreep te rennen. Zelf struikelde hij 2 keer, maar Bailey stond in zijn eentje weer op. Honderden mensen hadden zich bij de finish verzameld om hem flink aan te vuren. Bailey's ouders zijn super trots op hem, want hij heeft een sterke wil en laat zich door niets tegenhouden. Ze hopen dat Bailey ook voor andere kinderen een inspiratie zal zijn om nooit op te geven, maar altijd door te zetten. Dit is Gia Gia, die vandaag haar 37e verjaardag viert. Op zich niet zo bijzonder, maar wel als ze daarmee de oudste reuzenpanda ter wereld is. In mensenjaren is Gia Gia meer dan een eeuw oud, dus ouder dan 100 jaar. En niet alleen dat is een feestje waard. Gia Gia is ook de oudste panda die in een pretpark woont. Ze heeft dus nu 2 records op haar naam staan.
Gia Gia werd vandaag getrakteerd op een ijstaart gemaakt van ijsblokjes met granaatappels en een heerlijke stroop met appel erin. Mmm, lekker allemaal! Wegen, bruggen en vliegvelden behoren allemaal tot de infrastructuur van een land. Voordat deze gebouwd worden, wordt eerst een onderzoek gedaan. Lijkt het jou super interessant een flyover of brug te ontwerpen? Dan kan je kiezen voor de studie Infrastructuur op het Polytechnisch College PTC. Infrastructuur is niets anders dan een mooi woord voor alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen en informatie te vervoeren. Een soort van netwerk zoals wegen, vliegvelden en bruggen. Vliegvelden, straten zijn heel belangrijk. Want als we geen vliegvelden hadden, konden die vliegtuigen niet daar landen. Ze zijn belangrijk omdat als we geen infrastructuur hadden, dan zouden wij ons niet kunnen verplaatsen naar de ene of de andere kant. Zoals een vliegveld. Als we geen vliegveld hadden, zou het moeilijk zijn om het binnenland te bereiken. Tekenen, berekeningen maken en heel goed onderzoeken welk materiaal het beste is voor de brug die jij wilt bouwen. Als jij dit interessant vindt, kan jij op het Polytechnisch College, PTC, de studierichting Infrastructuur kiezen. Een van de projecten waarmee de studenten nu bezig zijn, is de Spaghettibrug. De brug moet zodanig gebouwd worden dat hij maximaal 20 kilogram kan dragen. We moeten een spaghettibrug ontwerpen aan de hand van de verschillende lessen die we gekregen hebben. Verder ook nog zodanig dat hij de verschillende krachten, druk en trekkrachten kan opnemen en hij wordt onder een bepaald gewicht gezet. De eerste periode hadden we een beetje bouwkundig gedeelte gedaan, dus vandaar nu een beetje civiel. Vandaar een brug is een groter project. We moeten met houtlijm werken. En houtlijm zit niet snel vast, dus je moet geduld hebben. Geconcentreerd werken de studenten aan de brug. Want één misberekening en alles valt in duigen. Zij zijn hier nu al 2 weken mee bezig. Het lijkt misschien wel moeilijk, maar interessant is het zeker. Ik wil deze studie wel doen. Ik wil misschien wel studeren later, om Suriname voor te brengen. Maar als het nu aan jou lag, wat zou jij dan graag willen bouwen of veranderen aan de infrastructuur van Suriname? Later als ik groot ben, zou ik een brug bouwen in Suriname, om Suriname vooruit te brengen, dat er geen film meer zijn. Ik wil later echt straten bouwen en goed, want soms reden die afdrukken en ze. Maar het wordt zo gevaarlijk en dan komen er gaten, dat is daar echt onder water. Er zijn veel files nu. Om het op te lossen is om die straten breder te maken en meer banen te zetten. Later wanneer ik groot ben, dan wil ik wel een vliegveld bouwen. Omdat er is maar één grote vliegveld en dat is Sanderij. En ik wil meer bouwen, omdat er zoveel grote vliegtuigen zijn en ze kunnen niet landen op één vliegveld. Ik wil dat de regering meer bromfietspaden en fietspaden kunnen maken, want er gebeuren te veel aanrijdingen. Allemaal mooie plannen. Wil je een bijdrage leveren aan de infrastructuur van ons land, dan weet jij welke studie jij kan gaan volgen. De leerlingen van het PTC gaan morgen hun spaghettibrug testen en presenteren. En daarvoor krijgen ze een cijfer. Dat was voor vandaag. Wel te rusten en tot morgen. Doei!